Zo, lieve mensen, we zijn bij filmpje 48, de gave van onderscheiding. De gave van onderscheiding van de geesten. En het is een super belangrijke gave. En je kan hem eigenlijk gewoon onder de gave van profetie. Hè? Het is een profetische gave die God geeft aan de gemeente. En eigenlijk horen die dingen allemaal bij elkaar. Want als je gaat profeteren, heb je ook de gave van onderscheid nodig. Allereerst al om te onderscheiden wat God jou geeft en dat door te geven. Maar uiteindelijk ook om soms te toetsen of te onderscheiden wat God door anderen heen tot jou spreekt. Want het is niet voor niets dat het woord van God zegt, al ons profeteren is ten dele. Ja. Dus dat betekent hoe krachtig een profetie kan zijn, hoe mooi het ook kan wezen. Dus het is altijd ten dele. Het is maar een stukje van wat God wil geven. En er zit ook altijd die... ja, het sausje overheen van wat wij zelf zijn. Want God kan wel heel zuiver iets aan jou geven, maar het komt door jou heen naar een ander toe. Mm. Nou, alleen daar al hebben we de gave van onderscheid voor nodig. Maar die gave van onderscheid gaat nog veel verder dan alleen op dat vlak. En ik ga je, dat is, als je even bedenkt dat de Bijbel zegt in 2 Korinthe 11, vers 13, daar staat, vers 14, daar staat geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Dus de het woord van God laat al zien, en dat kan je bijvoorbeeld ook lezen in Lucas 4, hè, waar Jezus verzocht wordt, waar de Satan voortdurend eigenlijk het woord van God misbruikt om principes in het leugens in het hoofd van Jezus te brengen. Jezus zegt dan de hele tijd, maar er staat ook geschreven. Ja, en dus de vijand gebruikt letterlijk bijbelteksten om Jezus in de war te brengen en te verleiden. Dat is dus, als de Satan zich voordoet als een engel van het licht, is dat alleen maar te onderscheiden door God en niet door ons mensen. Daar zijn wij mensen niet bekwaam in. Maar God die kan vanuit de hemel onze gaven geven, waardoor we het onderscheid kunnen maken tussen dingen die heel mooi lijken, maar uit de hel komen, en dingen die heel mooi lijken en vanuit de hemel komen, die heel mooi zijn en vanuit de hemel komen, moet ik natuurlijk zeggen. Ja. Je ziet dat bij Paulus ook voortdurend die gaven van onderscheid. Soms gaat hij echt tekeer tegen dingen die heftig zijn en die hij waarneemt in de gemeente, maar waarvan je net zo goed zou kunnen zeggen, nou, dat is best wel heel mooi. He, lees maar eens de brief aan de Galaten die Paulus schrijft over wetticisme. Daar zou je van kunnen zeggen, nou, die mensen houden zich heel erg aan regels en heel erg bezig met wat ze doen en laten. Fantastisch, prachtig. Maar Paulus die gaat als echt tekeer gewoon tegen die mensen in Galaten. Hij noemt ze echt ook uitzinnig. En hij zegt, heel grappige dingen ook van, als je zo graag wil laten besnijden, Dan laat je zelf maar castreren, zegt hij letterlijk als je de grondtekst leest. Dus hij gaat heel fel gaat hij daarin. Waarom? Hij merkt dat daar zuurdeesem binnenkomt. En hij weet dat één kruimel zuurdeesem de hele gemeente gaat verzuren. Dus dat één kruimel wetticisme of religie uiteindelijk het geloof van al die mensen gaat roven. Yeah. En daarom is hij zo fel. Maar als je van uiterlijk, van buitenaf kijkt, ja, dan ziet het er eigenlijk heel prachtig uit. En dat is vaak zo. Dat is ook vaak zo in ons leven, in onze gemeentes is dat zo. Ik zal nog een ander voorbeeld geven, want dat raakte mij pas ook weer zo, dat als je in 1 Timotheus 6 leest, vers 4 en 5, wat Paulus schrijft daar, dan eindigt hij dat en dan zegt hij, mensen, dan spreekt hij erover en dan zegt hij, heeft een zwak voor geschillen en haarkloverij, een haartje kloven. Nou, dan ben je dus echt heel minutieus bezig en dan staat er, daar zij godsvrucht als iets winstgevend beschouwde. Snap je dat? Het ziet eruit als heel godsvruchtig wat die mensen doen. Het ziet er fantastisch uit. Ze lijken heel erg begaan en met God bezig en doen de dingen voor God. Lijkt het, alleen hij prikt daar doorheen. Hij zegt, ho, dat is uiterlijk. Ze zijn bezig met zich aan regels en wetten te houden. Maar de relatie met God ontbreekt volledig. Wow. Nou, daar heb je er een. Hè? De relatie met God ontbreekt volledig. En wij hadden het net even in de voorbereiding ook nog over. Toen kwam Michelle ook over die tekst waar staat in Matthäus 7, vers 21 tot 23. Niet ieder die tot mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemel is. Ja. En velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Wow. En in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan. Maar dan zal ik, Jezus, openlijk zeggen, ik heb u niet gekend. Ga weg van mij, u die wetteloosheid werkt. Mm. Dit heeft alles te maken, dit staat overigens in Matthäus 7, vers 21 tot 23, alles te maken met de gave van onderscheid. Mm. En het gaan werken vanuit relatie met God. Het is de relatie met God waardoor wij onderscheiden wat wel en niet van hem is. Mm. Het is mijn relatie met Michelle waardoor ik naar een winkel kan gaan en kan weten wat zij wel en niet leuk vindt.
Waarom? Omdat ik haar door en door ken en ook in haar leven. En dat kan soms heel gedetailleerd zijn. En ik kan, als mensen haar minder goed kunnen, kunnen ze minder goed vertellen wat ze leuk vindt. Dat is 100%. Iemand kan met een serviesje aankomen, Michelle houdt van servies. En dan weet ik al, als ik het zie, dat is niet precies wat zij leuk vindt. Maar als zij beschrijft wat ze leuk vindt, zou je dat wel kunnen kopen. Snappen jullie wat ik bedoel? En dan kan ze zeggen, ja leuk, mooie roze en oud-Hollands iets, dit en dat. En dan denken mensen, nou dat is dat. Maar als ik het zie, dan weet ik, ja dit lijkt er heel erg op, maar dit is net niet, weet je wel. Nou en zo is het met God eigenlijk ook. Vanuit de relatie leren wij dingen doen. Vanuit de relatie leren wij profiteren. Dan kan Jezus ook niet zeggen, ik heb jou nooit gekend, want je kent hem. Ja. Ik ken Jezus, Jezus kent mij. Ik breng tijd met hem door, ik hou van hem, ik heb ontmoeting met hem. Hetzelfde geldt voor Michelle. Ja. Dus wij kennen hem. Dus waarom, snap je? Dus hij kent ons ook. En vanuit die kennis die we hebben met hem en van hem, daaruit mogen wij leven brengen. Zo belangrijk. Dat heeft dus alles te maken met die gave van onderscheid. Ja. Dat je werkt vanuit relatie. Ja, en door je gave van onderscheid kun je ook gelijk leggen op deze tekst. Want hier gaat het dus echt over de mensen die zeggen, hebben wij niet. Ze komen eigenlijk aan met wat zij gedaan hebben. En met wie zij zijn, met hun ik zijn, komen ze mee aan. In plaats van wat wij telkens verkondigen, dat wij mogen meewerken met de hemel. Maar het gaat nooit om de mens. Het gaat nooit om wat ik voor krachten doe of wat Albert voor gaven heeft. Maar het gaat echt over Jezus de Christus en dat we hem willen kennen. En dat dat ons hoogste goed is. En dat we dat ook willen doorgeven. Dat we mensen dus in verbinding willen brengen met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Met zijn koninkrijk, met zijn wil en met zijn kracht in de naam van Jezus. Ja. Mooi. Amen. Dus die gave van onderscheid is super belangrijk voor het lichaam van Christus. En ik zou je zo willen vragen om je daarna uit te strekken. En wat gebeurt er nou als je daarna uitstrekt? Dan komt er een soort bewustzijn vanuit het hart van de Vader, wat jij steeds beter leert kennen in jou. En geeft de Heilige Geest jou allerlei alerts van de dingen die soms zo mooi lijken en het niet zijn. En tegelijkertijd, die wil ik ook benoemen, soms dingen die helemaal niet mooi zijn, maar God zijn. En ik heb in het filmpje Manifestaties van de Heilige Geest, ik weet het nummer even niet uit mijn hoofd, maar ik kan je wel opzoeken in de serie. Heb ik het daar ook over gehad. Soms zien dingen er dus niet mooi uit. In een vorig filmpje over krachten hebben wij iets verteld over babylotion wat we mee moesten nemen. Dat ziet er een beetje beschamend en raar uit. Paulus gebruikt die zweetdoeken. Nou, dat is gewoon, we hebben het echt over zweet, hè. Stink, zweet, vies, gewoon zweetdoeken. Dus niet, dat is wat het is. Dat is heel raar. En in onze menselijke ogen. Maar God kan dus ook hele rare dingen juist wel gebruiken. Dus Jezus spuugt op de grond, maakt de modder en maakt de ogen van de blinden open. Jezus spuugt ergens anders zelfs regelrecht in iemands ogen. Dat ziet er echt heel raar uit. En als jij niet de gave van onderscheid hebt, dan kan dat niet anders dan een soort weerstand oproepen van wat is dit? Snap je dat het twee kanten op werkt? Dus het vraagt een volledige overgave vanuit de relationele zin in Christus, aan hem, zodat je daadwerkelijk kan bewegen en kan onderscheiden. Dit is van God en dat is het niet. En dat is natuurlijk echt een prachtige, maar hele belangrijke uitdaging. En we moeten die gave ook niet misbruiken. Dat is ook nog iets wat ik echt wel wil zeggen. Want dan wordt het een gave van onderscheid met IJ. Hè? Dus zoals wat je van onderen wel eens doet als je, nadat je gegeten hebt. En dat is natuurlijk, klinkt grappig, maar het wordt echt zo gebruikt. Want soms wordt het gebruikt als een de gave van veroordeling, want dan is tante Truste wel ergens en die vertelt dat is niet goed en die is nog niet goed en jij bent nog niet goed en daar is het nog niet goed. Maar dat is niet hoe God werkt. De gave van onderscheid in Jezus, die heeft de ruimte om mensen lief te hebben vanuit genade en daarin een stukje waarheid te brengen. Dat is de gave die eerst liefde geeft en daarna tegen die vrouw in Johannes 4 zegt, ja dat klopt, je hebt geen man, je hebt er 5 gehad, lieverd. En vanuit die hartsrelatie waarheid brengt. Maar heel vaak in de gemeente van God wordt dit ook misbruikt. En dan wordt het een gave waar mensen elkaar mee onderscheiden eigenlijk. En lelijke dingen zeggen. Of mensen zeggen, ja, die is daar nog niet aan toe. En die is zus niet en die is zo niet. Dus het is een balans. Want soms is het tegelijkertijd ook zo dat God wel wil laten zien dat iemand nog niet ergens aan toe is enzovoort. Dus wat hebben we nodig? De gave van onderscheid. Ja, we hebben ook geheel zijn nodig en vanuit de liefde van God. Want dat wat Albert net aanhaalde, hij heeft echt alles te maken met jouw vizier. Met
interpretatie van wat er gebeurt. Dus het heeft te maken met... je lens eigenlijk. Dus. Ja, je lens. Het heeft te maken met je lens waarop je iets bekijkt. Ja. Dus als je nog helemaal vol bent met beoordeling, veroordeling... en dat je die splinteren niet uit je eigen ogen haalt... maar je ziet die balk wel bij die ander... Ja, dan kan je helemaal niet duidelijk onderscheiden wat de geest eigenlijk tot de gemeente wil zeggen. Wat eigenlijk de Heilige Geest wil doorgeven. Ja. Maar als jij open staat om gereinigd te worden, open staat om voller te worden van die liefde, open staat om schoner te worden, ook in jouw kijken, ook in jouw vizier, dan kan de Heilige Geest jou gewoon ten alle tijden gebruiken en jou daarin zuiveren en... kan je heel goed onderscheiden wat vanuit de Heilige Geest is of wat vanuit een onreine geest is. En bemerk je dat het is niet alleen maar dat er een soort alarmbelletje afgaat, maar je krijgt gewoon hele wijze openbaringen. Het is net alsof dat het licht gewoon aangaat en wat de duisternis ontmaskert. Je ziet het gewoon. En lees het verhaal ook maar van Simon de Tovenaar, waarin ook in Gods woord zo duidelijk staat geschreven... dat hij ook echt vanuit een foute geest verlangde naar kracht. Hij verlangde helemaal niet naar Jezus te kennen. Hij verlangde helemaal niet naar zijn leven over te geven aan God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Nee, hij verlangde eigenlijk alleen maar naar kracht. Hij wou alleen maar interessant zijn. En hij wou alleen maar datgene doen, zodat alle mensen hem zouden volgen. Dus het draait dan om hem, om hemzelf. En als we teruggaan naar het onderwerp, dan zien we dat het echt in alle tijden altijd gaat... niet over onze kracht, niet over onze gaven, maar het gaat echt over Jezus de Christus. Dus gaven van onderscheid is heel belangrijk. Want iemand kan zich heel vroom voordoen en jij kan gewoon samen met de Heilige Geest daar dwars doorheen kijken en ontmaskeren dat het helemaal niet juist is wat die persoon op dat moment zegt, maar dat die persoon iets heel anders van plan is. Wat gebeurde er? Ja, ik zocht even iets om voor de lens te doen. Soms kan je zo mooi even door een kleurtje voor de lens te laten doen zien hoe je perspectief en je beeld ook kleurt. Hè? Want als ik hier nu een rood lapje voor de lens doe, dan zien jullie Michelle allemaal knalrood. Maar ze ziet er nog hetzelfde uit. Zodat dat is even van wat voor bril heb je op. Als je heel je leven pijn hebt gehad en dingen moeilijk zijn, dan zie je een ander ook vaak door die lens. Maar goed, dat is ook eigenlijk voor dit te uitgebreid. Dus je kan je het je wel voorstellen. Heel mooi wat jij deelde ook, Mies. En praktische voorbeelden uit ons leven. Eentje die me nog even te binnen schoot net is. Ik heb wel eens veel geld van iemand aangeboden gekregen. En heb ik nee moeten zeggen. Ik heb wel eens een heel mooie business opportunity aangeboden gekregen. Waar we ongetwijfeld nu zeer rijk van waren geworden. Als ik gezien heb hoe dat verder gegaan is. En toch zei de Heilige Geest nee. En liet hij ons onderscheiden dat wat erachter zit eigenlijk... niet vanuit de hemel kwam en uit een hele andere vaatje werd getapt. Ik ga bidden, Michelle gaat bidden, voor dat wij deze gave ook mogen vrijzetten over jou. En dat die gave van profetie en de gave van onderscheid ook echt samen mogen gaan in je leven. Ik geloof ook echt als we dingen onderscheiden in mensen hun leven, dat God ons ook altijd een missie geeft om ook niet alleen dat te benoemen wat we zien wat er niet oké is, maar ook altijd laten zien van hoe het wel kan of... wat wel het plan op iemands leven is. Hè? Dat zie je overigens Paulus ook vaak doen. Als hij waarschuwt tegen dingen, zegt hij ook van, maar zo zou het wel moeten. Of dat zou je wel gelukkig maken. Nou, ik wil jullie bidden, de gave van onderscheid. En dit is gewoon iets wat God wil geven. Vader, dank u wel dat u ons uw Heilige Geest gegeven hebt. Dat de Heilige Geest uit Jezus neemt, het ons geeft. En Vader, willen we op dit moment gewoon ontvankelijk zijn voor die gave van onderscheiding van geesten. Vader, dat we mogen waarnemen dat degene wat achter bepaalde dingen plaatsvindt. En dat we daarin ook ons eigen verstand mogen afleggen in de naam van Jezus. Vader, dat we ons verstand daarin vruchteloos mogen maken, zodat er soms misschien dingen zijn waarvan wij denken, dat kan toch niet van God zijn en dat u ze toch echt geeft. Er zijn zoveel voorbeelden in uw woord alleen al van dingen die u doet die vaak niet passen in onze denkpatronen. En tegelijkertijd dat we ook mogen soms de dingen ontmaskeren die er prachtig uitzien. Heer, u doet eigenlijk niet anders. U noemt de schriftgeleerden en de farizeeën die er zo fantastisch alles voor elkaar hebben. U noemt ze witgepleisterde graven. Mooi van buiten, maar rot van binnen. Vader, dat is de gave van onderscheid. En we willen die ontvangen, met een zuiver hart. Heer, zodat we het mogen gebruiken vanuit nederigheid en ootmoed. Vanuit een verlangen om uiteindelijk uw koninkrijk zichtbaar te maken. En onze koning te dienen.
Ik zet het vrij en ik voel dat de zalving van God ook gewoon echt hiervan uitgaan. En ik geloof echt dat Hij je op dit moment aan mag aanraakt en dat Hij jou zegent met die nieuwe dingen in jouw geest, in Jezus' naam. Dan kun je dat ook, die gaven van onderscheid ons ook echt behoedt en beschermt voor zoveel kwaad. En ons echt zal leiden in de weg van waarheid, in de weg van leven. En zet dat vrij in de naam van Koning Jezus. Amen.